Hallo, ik ben Christel, welkom op mijn channel. Bedankt voor jullie reacties. Jullie mogen altijd reageren. En alsjeblieft, like mij ook als je een leuke reading vond. Ik heb nou weer een kies je kaart reading, een pick a card reading. En het is boodschappen weer van je spirituele engelen, beschermengelen. Ik gebruik deze tarot van je beschermengelen. Tarotkaarten zijn het. Ik gebruik de chakra wijsheidkaarten. En de spirituele inzichtkaarten. En nog kaarten die ik zelf gemaakt heb. Dus je kan nou kiezen uit schelpen. Ik heb er vier soorten. Nummer 1 is deze groenige schelpje. Lekker slakkenhuisje. Ja, deze ook. Dus nummer 2. Kijk maar welke je aanspreekt. En weer een soort slak. En deze glimmende schelp. Kom uit Kroatië. Uit de Atlantische Oceaan deze. Dus kijk maar welke je aantrekt. Oké, dan gaan we beginnen met nummer 1. Liefde. Vriendelijkheid, welwillendheid, delen, ontvangen. Die ga ik lezen. Dat is van de Chakra Wijsheid Oracle Deck. Liefde is de meest genezende, harmoniserende en opwekkende energie die ooit door ons lichaam kan stromen. Als we in staat zijn echte liefde te geven en te ontvangen, zonder voorwaarden, ontsteken we een innerlijke vlam in onszelf, die elk aspect van ons leven bekrachtigt en verlicht. Deze kaart stimuleert u om te ervaren dat u niet geeft om wat u daarvoor terugkrijgt, maar om het intense plezier van het geven, de eenvoudige handeling van het delen van een glimlach. Of iemand een knuffel geven. Het maken of geven van een cadeau zonder speciale reden. Iets attent zeggen of juist rustig, luisterend oor op een moment van onverwachte behoefte. Het zijn allemaal daden van liefde. Wat ons vaak niet realiseren is dat liefde die we het liefst zullen ervaren, de liefde die bovenaardsheid uitstraalt. Een liefde is die diep vanuit onszelf komt. Deze kaart stimuleert onvoorwaardelijke eigenliefde. Niet alleen voor onszelf houden, als we de race hebben gewonnen of zijn afgevallen, de baan hebben gekregen of het huis hebben gekocht, maar elk moment gewoon omdat we zijn wie we zijn. Door onszelf liefde zullen we merken dat er vanuit geven en ontvangen op manieren die we nooit hadden kunnen bedenken. Leer van uzelf te houden. Om al uw kleuren, sterke punten, fouten en emoties. In uw lichtheid en uw schaduw. Houd voldoende van uzelf om op te letten wat u eet, met wie u tijd doorbrengt en hoe u elke dag eruit ziet en zich voelt. Toon liefde voor uzelf door uzelf toe te staan te genieten van het leven en plezier te maken. Houd van uzelf gewoon omdat u uzelf bent. Wacht niet langer om uzelf toestemming te geven dit prachtige elixir te ervaren. Door ware liefde voor uzelf opent u de weg naar de ervaring van liefde op alle niveaus in uw leven. Waar u ook bent op die weg, weet dat liefde een keuze is die zich elk moment presenteert. Door echte zelfliefde te weten te brengen, ontsteekt u uw vermogen om ware liefde in uw wereld te geven en te ontvangen. Leef in liefde. En dan de volgende. Sluit je naaste in de armen. Dit is een periode van grote spirituele groei voor je. Daarom is het nog belangrijker je te omringen met mensen die van je houden, die je opvattingen delen. Wees bereid hulp van anderen te accepteren. Misschien vind je je geborgenheid in traditionele oplossingen. Of misschien verlang je diep in je hart naar nieuwe dingen uit te proberen. Aas van overvloed. Deze cherubijn brengt geweldig nieuws. Een buitenkans.
Allerlei hulpmiddelen komen naar je toe om te helpen met je plannen. Deze hulpmiddelen kunnen geld inhouden, of advies, of hulp om dingen gedaan te krijgen. Dit is een goede moment om een nieuw avontuur te starten, van baan te veranderen of voor jezelf te beginnen. Het is mogelijk dat je belangrijke contracten moet tekenen. Een spiritueel inzichtkaartje. God heeft geen handen en voeten. Hij heeft de jouwe nodig om zijn werk ten uitvoer te brengen. Je bent een unieke expressie van het goddelijke. Je bent een engel op aarde. Jouw geluk is ook binnen handbereik, ook al twijfel je. Dat was de boodschap van nummer 1. Dankjewel, like mij als je het leuk vond. Dan gaan we naar nummer 2. Muziek, stilte, ritme, vibratie. Die ga ik lezen. Het hele leven bestaat uit vibratie. Het hele leven heeft een frequentie en een geluid. Zelfs als dat geluid stilte is, geluid heeft als een van de krachtigste genezende krachten op het planeet het vermogen de essentie van iemand te vangen, de energie van de hele groep te verenigen, een ziekte te genezen, oppervlaktes binnen te dringen en over de hele wereld te laten stromen en verder. Deze kaart is een uitdaging om bewust de rijke symfonie van het geluid van het leven te betreden. Neem de tijd om te luisteren met alle zintuigen. Wees bereid om te horen wat de wereld u vertelt, zelfs in stilte. Eer de intuïtieve geluiden van uw eigen wezen en laat ze omhoog komen. Nu is het prachtig moment om deel te nemen aan een expressie van een geluid door te zingen, muziek, drummen, chanten en rustig te zitten in absolute stilte. Als we spreken over geluid maken, zenden we een vibrerende energetische kracht uit naar het universum. Het is tijd om u bewust te worden van de geluiden die u de wereld instuurt en de geluiden waarmee u zelf dagelijks omringt. Zijn het de geluiden van genezing, harmonie, hoge visie en inspiratie of van onenigheid, disbalans en onzekerheid? Stem af op hoe u klinkt als u spreekt, als u ademhaalt, als u zingt, als u loopt en hoe u zich voelt als u de geluiden van het leven om u heen hoort. Door ons bewustzijn en onze gevoeligheid voor geluid te vergroten, vergroten vanzelf ons vermogen om te reageren op wat elk moment nodig is voor vervulling en harmonie in geluid en verder. Geluid is een energetische poort naar het universum. Als ze echt afstemmen op de grote symfonie van het leven, worden we ons bewust van onze eigen unieke toon en de rol die we spelen. Zonder dit zou dit prachtige lied van de schepping niet compleet zijn. Het is een tijd van luisteren, tijd om uw toon te laten horen. En dan deze, 3 van emotie. Er is geweldig nieuws op komst. Berichten van verlovingen, zwangerschappen, geboortes of afstuderen zullen worden onthuld. Nieuwe vriendschapbanden zullen worden gevormd. Of gelijkgestemden zullen door elkaar worden aangetrokken. Een opwindend nieuw begin of een gelukkig einde is binnen handbereik. Creativiteit en overvloed. Je wordt vriendelijk aangespoord in actie te komen. Je bent gereed om grote dingen te volbrengen en werkelijk je volledige zelf te worden. Het is tijd om je creativiteit, het opstarten van geliefde projecten of het krijgen van kinderen. Volg je passie en overvloed en geluk zullen zich voor je manifesteren. Er is slechts één religie en de religie van liefde. Jouw gevoel van liefde is jouw ervaring van God. Je beschermengelen beschermen je. Je kunt elke situatie aan. Dat was berichten van nummer 2. Alsjeblieft, like mij.
Nummer 3. Emoties, gevoelens, expressie, stemmingen, balans. Die ga ik lezen. Emoties zijn de stroming van een rivier. Ze veranderen en verschuiven voortdurend in een reactie wat eronder ligt. Het is natuurlijk en normaal om te voelen. Wij voelen allemaal verschillende emoties op verschillende momenten in ons leven. Als we in balans zijn, kunnen we een volledig scala van emoties voelen en uiten en die energie op productieve manieren benutten. Het is tijd om de stappen te ondernemen om emotionele balans te bereiken. Door eerlijk te erkennen hoe u zich voelt en uzelf de tijd en ruimte te geven om uw emoties te ervaren en te uiten. Misschien kunt u wat u voelt opschrijven in uw dagboek. Hardop schreeuwen, slaan op een kussen, een stukje gaan hardlopen of praten met een vriend. Als u emoties al lang hebt verzwegen, moet u misschien een film gaan kijken, zodat u kunt huilen, boos kunt zijn, hardop kunt lachen en eigenlijk gewoon weer kunt voelen. Neem de verantwoordelijkheid voor uw emoties. Geef niet iemand anders de schuld van hoe u zich voelt. Het gevoel dat u hebt is van u en het is gebaseerd op waar u zich op dit moment op richt. Erken dit, voel het en verwerk het. Kijk wat er achter de emoties zit. Heeft uw voeding de laatste tijd invloed op uw stemming? Zijn uw hormonen in balans? Bent u gestrest? Bent u boos op iemand? Of ongelukkig met iets in uzelf? Kijk naar uw emotionele onderstromen en geef uzelf de kans om te delen en los te laten. Door eerlijke emotionele expressie voelen we soms ons kwetsbaar, maar deze kwetsbaarheid is zit grote kracht. Als we verder gaan dan de geest, komen we in de krachtigste bron van het hart, waar de wonderbaarlijkste transformatie, groei en kennis wachten om tot uiting te komen. Voel en uit uw emoties vandaag. Organisatie. Je plannen zijn goed en alles zal nog vloeiender verlopen als je een beetje organisatie en discipline toevoegt. De sleutel tot succes is je creativiteit zachtjes te laten sturen door logica. Sta ervoor open hulp te vragen aan iemand die rationeel is ingesteld of ga op zoek naar een mentor. Loslaten. Het verleden loslaten kan lastig lijken, maar het kan ook heel bevrijdend zijn. Je engelen zul je helpen loslaten, zodat je hoger kunt vliegen dan ooit tevoren. Een einde betekent altijd een nieuw begin. Kies ervoor om deze situatie te laten leiden naar een vreugdevolle leven. Verander je leven door je gedachten te veranderen. En dan deze. Zoek in jezelf naar je eigen fouten en zoek in de anderen het goede. Er is niets verkeerds aan jou. Er is ook nooit iets verkeerds aan jou geweest. Ook deze situatie kan je aan. Geloof erin. Weet je wat je wilt? Weet wat je wilt en kies de juiste weg. Zo, dat was van nummer 3. Like mij alsjeblieft. En nou nummer 4. Verlangen, doelen, passie, begeerte, vervulling. Die ga ik lezen. De kleine wensen van eenvoudige genoegens in het leven kunnen op een bepaald niveau bevredigend zijn. Maar deze kaart gaat over de toegang tot uw diepste verlangen. De kerninspiratie van uw ziel. Waarom u echt bent, uw ziel spoort u aan om naar de kern van uw wezen te gaan en zijn oproep te beantwoorden. Soms zijn onze diepe verlangens de verlangens die we al sinds onze jeugd met ons meedragen in verschillende vormen. Soms worden ze onderweg ontdekt. Hebt u altijd al artiest of leraar willen worden,
uw eigen huis willen bouwen, monnik willen worden, over de wereld willen reizen, een pensioen willen openen of muzikant worden? Waar hebt u in uw leven een passie voor? Waar wordt u enthousiast van? Waar moet u om lachen? Denk aan een moment waarop u echt gelukkig, tevreden of enthousiast was en geïnspireerd om vollediger te leven. Welke elementen kwamen toen bij elkaar om het verlangen van uw ziel te vervullen? De waarheid is dat we bijna altijd krijgen waar we om vragen. Wij vragen alleen niet altijd wat we echt diep van binnen willen. Het is tijd om te ontdekken wat u echt gelukkig en blij maakt. Niet alleen wat anderen van u verwachten of wat u hebt geleerd te denken dat ze u zal bevredigen, maar wat u echt werkelijk wilt. Kijk wat er op dit moment in uw leven is. Zie dit als een uiting van wat u hebt gevraagd in het verleden. Maak het u gelukkig of geef het alleen maar oppervlakkige vervulling. Het is tijd om in de richting van uw echte wens te gaan. Als u in dit leven alles zou kunnen doen, zijn of creëren, wat zou u dan zijn? U hoeft niet de hele weg te overzien. Zet gewoon de eerste stap in vertrouwen en de volgende zal zich vanzelf onthullen. Echt, alles is mogelijk als uw hart de drijvende kracht is. En dan de volgende, 10 van emoties. Een relatie wordt dieper wanneer twee mensen op elkaar verliefd worden of een bestaande relatie wordt hechten. Vriendschappen kunnen zich verdiepen tot een spirituele band. Wederzijds respect en begrip zijn aanwezig of zullen zich ontwikkelen. Geef lastige relatie nog een kans. Er is nog hoop. 6 van emoties. Je engelen vragen je om een belangrijke beslissing te nemen die je al een tijd uitstelt. Waarschijnlijk weet je wel welke keuze je moet maken, maar je schuift het voor je uit omdat je niemand anders van streek maakt. Vraag de hemel om raad en neem vervolgens de beslissing die staat voor wie je werkelijk bent. Een ander kan jou niet vertellen wat je moet doen. De antwoorden die je zoekt zijn alleen in jezelf te vinden. Dankbaarheid is de sleutel van overvloed. Je geloof is sterk. Deze weg is de juiste route naar geluk. Oké, dit was mijn reading. Hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer maar weer. Doei!